Dames, heren, jongelui. Wij gaan beginnen aan een wandeling door Sprangkapelle zoals het eruit zag in 1966. We starten aan het oosteind. Het commentaar doen we in plaatselijk dialect. Daar hebben we Sipke Vos met zijn paard. Oosteind, mevrouw De Bie, met dochtertje Koba. Dina Chabot. Mevrouw Mandenmakers, die was ook aanwezig. Mevrouw Van Zelst en haar dochtertje, die vonden het ook wel leuk. Daar hebben we Doris Kroot, die is bij Mien De Bie. Aan de overkant woont Lintje De Rooij. Maar we gaan weer terug, want dan komt Hanneke aan. Hanneke die kijkt zo naar de camera dat je nog geen erg in zijn vrouw heet. Even verder hebben we mevrouw Faro, mevrouw Molengraaf. En dan komen we bij de familie Van Zelst. Daar was het feest, want er was een kleine geboren. Joke van der Wiel is er als kraamverzorgster. En ik zeg tegen Joke, schrijf hem maar even aan haar moeder. Want dan is hij misschien zo stil. Rijke, de slager, met zijn moeder. Hier schuin tegenover was de dakbedekker bezig. Huip Koenen woont er ook in de buurt. Kei, boer. Kijk, die was ook gewond. Dat is een klein rijkerke. Dan krijgen we daar een paar schoondochters van Oike De Rooij. Die zien we zo. Oike. Kel van Dongen. Met zijn kleindochtertje. En zijn schoondochter. Daar hebben we van Oosterhout, Nico Rozenbrand, mevrouw van Oversteeg en Henk is er ook. Willemien Vos. Mevrouw Van Vuren, die zien we zo. Luc Bouwman en Christe Pomper, die staan aan de hoek van de Tilburgse weg. Zo gaan we even de Tilburgse weg op en gaan we weer richting het oorlogsmonument. En voordat we aan de viersprong zijn, zien we dan nog even mevrouw Scholten. Die werkte bij de viersprong. Zo komen we bij het monument. Schuin hier tegenover, daar hebben we de firma Bos. Bos Stansmessenfabriek. Heurter, die werkte daar ook. Er wordt geslepen, gelast, geveild. Alles is precisiewerk. Lesage. Alles op maat zagen. De smid. Spuibroek. Henk Bos, Chris Bos. Mevrouw Bos. En dat is de oprichter van de zaak. Mevrouw Spierings. Twee mixers meebrengen, Rien, roept ze nog tegen Riene. Komt van elkaar, zei Rien. En zijn dochter die roept nog achterom. En mikke mannenpa. Oike en Jo Hulst. Bras Penningske zal even de baan te pompen.
Truus Kramer. Mevrouw Pruis, nou zijn we in die andere Ooistraat hier, hè? Mevrouw Versteeg. Met de dochter Annie. De groenteboer, die was ook net in de straat. Dan krijgen mevrouw de Graaf. Dan gaan we naar de Kerkstraat. Want daar loopt de melkboer, Faro. Mevrouw Maaiers en haar zoon Hentje. Mevrouw Bouwman en haar zuster. En haar dochter, mevrouw de Groot. Daar hebben we Waars. Mee zijn een kleinzoon. Mevrouw Snijders is net bij de overbuurman melkwisten halen. Bij Gerrit Vos. Gerrit Vos komt ook zo'n met zijn kinderen nog even naar voren. De Paulideskes. Daar zien we Jantje den Bakker, Jantje Vos. Jantje van der Hoven. Mevrouw Bogers. Klein groenteboerke. En Bets, moeder Bets. Van Tichelen. Mevrouw de Bie. En daar hebben we mevrouw Dubois. En dan gaan we even naar de kerk kijken. De man met de sleutels komt al. Doe de deur maar eens open, ja. Dan moet je luisteren. Meneer, de organist van Zelst, die was al naar binnen gegaan. En die zit al te oefenen op zijn orgel. Zo kijken we even in de kerk rond. Daar zit hij, Cor van Zelst. En dan gaan we weer verder naar in de oude straat beginnen we dan. En daar zien we Manus van Rijsdijk. Mevrouw Opporst, mede schoonvader Koos. Tony Spierings, meerdere kleine. Opporst van Zelst en Kuister van Zelst. En daar hebben we een heel klein manneke met een heel grote broek. Tjonge. Opa Wetter. Mevrouw Wetter. En dan gaan we zo verder de oude straat in en dan komen we bij de meulen. Maar we gaan gelijk de nieuwbouw in. Dat was mevrouw van Tichelen, mevrouw Tiele en mevrouw Rijken. Mevrouw Verhagen krijgen we nou. En dan hebben we Mina Verbeek, met een braspenningsje. Koos van Zelst die ging net de boodschappen brengen bij mevrouw Kruijf. Mevrouw Brekelmans. Mevrouw Snijders. De familie Schoendermare Krol, Jaantje en Stien. Dina Ramstein krijgen we zo te zien. Jana de Kloe. Mevrouw Roelofs. Mevrouw Treffers. Ida van Beek. De familie Bouwman. Scholte. Ze noemden hem ook wel het schipperke. Marie van Bark. Met de familie. Annie van Oosterhout. Mevrouw Versteeg met de dochter.
Driekes de Ron, die bracht eierkolen bij Caroline Versteeg. Mevrouw Splinters. Mevrouw de Rooij, die was boven bezig. Riek Treffers komt ook nog even kijken. Rika Koenen, met de kleine manneke. En opa gaat even wandelen met zijn kleinzoon. Dick Mandenmakers. Sjaan Kruijf. Mevrouw Spuibroek. Govertje Emmers. En dan krijgen mevrouw Versteeg met de dochter. Riek Wetter. Nel Kamerman. En dan zijn alle mannen van de nieuwbouw zijn bij elkaar gestroomd. Huip van der Lee, die staat er ook nog bij. En schoonmoeder Pietje, die hebben daar. Huip Snijders, die was ook verhuisd naar een bejaardenwoningske. En die in een hele aanhang, een hondje. En dan de verdere rest, die komt zachtjes aan naar buiten, zie je wel. En tante Betje staat er ook nog bij. Ad van Oversteeg. Mevrouw Raamsteen. Mevrouw van Drunen. Riet Konings. Medermoeder Anna van Zelst. Adrie de Rooij. Zo, even op de landkaart kijken waar we allemaal eigenlijk nog heen gaan om te filmen. Dan zijn we mevrouw Braspenning, die zijn we het eerst eens opzetten. Nog even overleggen of dat we nog verder gaan. Dit waren de mannen die op de mevrouw Schoonhoven, dat waren de mannen die de film mee verzorgen. Maar we gaan nou terug naar het Neotrein. Daar zijn ze nog in orde aan het maken daarvoor de ingang. Maar nou, een aanstaande zaterdag, dan wordt de wedstrijd gespeeld. Dan wordt de wedstrijd gespeeld tegen Aalburg, Wilhelmina. Willem den Bras en Wetterke, die mogen natuurlijk ook niet ontbreken. Dat zijn de spelers van Aalburg, van Wilhelmina. Dan krijgen we de spelers van Neo. Die komen direct ook, daar hebben we de clue, die komen nou ook zachtjes aan. Tevoorschijn, Piet van Kam. Toon de Jong, Frans Monen, Piet Nieuwenhuizen, Paul Paulides, Chris van der Schaans, Ad Vos, Toon Vugs, Tini Vugs en in de goal daar stond Teun Vos. Eventjes uitmaken wie dat de aftrap doet en dan wordt gefloten. Kijken wat het gaat worden. Niet dat we daar nou heel de wedstrijd blijven natuurlijk hier, want wij gaan direct toch weer verder. Maar het is toch wel leuk om even te zien hoe een groot publiek dat Neo ook heet. Het is toch wel een aardig spel. Mevrouw Chabot die mag natuurlijk ook niet ontbreken, want dat was zo'n felle supporter. Hé, hey, Voske, dat brengt er toch goed aan, pot. Verdikke nog toe toch. Haha. Zo zijn we even terug naar de Kattensticht, waar Dick Flemmingstraat is. En zo gaan we weer terug naar de kerk. Hier hebben we Lia de Bie. Want we zitten nu weer in de Van der Duinstraat. De auto van Van Schuppes. Raamsteen. Electro. Henk en Cor Raamsteen.
We gaan wel verder, dat is een kolfje. Wout kust. En zijn knecht, Rian van den Berg. De twee dochters, die won wel of die won niet op de film. Nou ja, vooruit, maar we gaan wel verder. Aan de overkant won mevrouw de Wie. Mevrouw Wetter, die won de weer aan de rechtse kant. En zo gaan we verder en dan krijgen we daar Rianneke Brouwers en Marie. Dan zien we daar Heintje Rijke, Wijnand Timmermans en Verhagetje. En dan gaan we even kijken bij de winkel van Nieuwenhuizes. Van Rocio, die staat er in de winkel. Kijk, daar is ook een kleine geboren, denk ik. Want daar is ook een kraamverzorgster aanwezig. En ik denk dat dat de opvolger was die erbij stond. Hij is nou nog wel klein, maar Koos die heeft toch al wel in zijn gedachten gehad, denk ik. Mevrouw Kuisten. Anton, die zal ook nog even meehelpen in de tuin. En de dochter die zegt, nou, ik zal het dan wel opvegen. De kinderen Vos. Mevrouw Driessen en de zuster en de kindertjes erbij natuurlijk. De buurman Ad Brouwer deed er een paar opzichters bij. Rianneke Brouwers en Piet Wagenmaker zagen er wel. Mevrouw Emmers en mevrouw Huls die staan aan de overkant. En op de fietsen was mevrouw Kuisten. En daar hebben we dan Emmers zelf, de fietsreparateur. Van de Schans. Mevrouw Hommel, met de dochter Ellie. Mevrouw Maaiers, mevrouw Snijders. Kobi van der Schans, mee zijn zoon. Dirk Wetter en zijn vrouw. En dan krijgen we daar de winkel van Piet van der Mel. Koos Treffers, die rijdt altijd met de rijdende winkel, die was nou nog even thuis. Want hij moest nog wel even wachten, want Rudy Stijn die moest nog kaas snijden voor hem. Drek houd je pad. Piet die zal ook nog eens even het een en het ander aanbevelen. De rijdende winkel. Mien de Kloe. Ja, mevrouw Timmermans is het eigenlijk. Kareltje Romers en Piet Molengrauw die waren ook een sprang. En Drika Halverhals uit de Haistraat. En dan komen wij aan school. We worden ingehaald, zie je wel. Door een hoop kinder. Best wel leuk om zo zijn oude school nog eens even te bekijken. Want daar moet eigenlijk wel een nieuwe voorkomen. Juffrouw Rensema. Waar zitten ze toch allemaal in het gelitte, mama? Ze zitten er allemaal op te wachten om op de film te komen. Het is natuurlijk ook leuk als je later wijken toch nog eens in de schoolbanken ziet zitten. Hè? En dat de juffrouw wel helpt. Juffrouw de Rooij. In mijn jonge tijd was het nog juffrouw van Kampen. Meneer Overwiel. En meneer Dur. De spelletjes die ze op school doen, die zijn bijna altijd hetzelfde. Hè? Of Jan Huigen in de ton. Of bokspringen.
huisje over, net zo genoemd. Maar dat is bijna overal hetzelfde. Ook het gegil. En het uitjouwen en zo, dat is over het algemeen overal hetzelfde. Maar als ze nou op school maar goed opletten, dan is er niks in de weg en dan kan ze ons gerust uitzwaaien. Maar de school hier, dat was het achterste lokaal, dat was zo ver eigenlijk verouderd en dat was lek. En de oudste klas, die reed dan elke morgen naar de Vrijhoeve, want er was een nieuwe MAVO gebouwd en daar waren ze een lokaal over. En daar zitten die mannen in het lokaal. En meneer De Vries, die je daarnet hebt zien staan, die gaf daar les. Maar wij gaan direct weer verder van de school in Sprang naar richting Kerk. Want we zitten daar nog steeds in de Van der Duinstraat. Maar iets verder dan begint de Kerkstraat. Je kan ze allemaal goed kennen, hè? Dus het is leuk om ze allemaal nog eens te bekijken natuurlijk. Joop Nieuwenhuizen. Jan Treffers, die had een ongeluk gehad en die was er ook in de buurt. Hier staan ze even een beetje te beurten. Mevrouw van Oostrout, De Rooij. Mevrouw van Oostrout, Roelofs. En dan gaan we weer verder. Dan gaan we Schuppen. En daar zien we dan Ria de Wert en Ina van Dongen. Als je daar komt, die helpen nog wel aan het een en ander. Vlakke neffen hebben de makkerwanne, Bakker van Ees, Art van Ees. Dat is zijn vrouw, mevrouw van Ees. Lekker hè, dat spul. Rina, de dochter. En Ina Hommel, het buurmeske. Aan de overkant dan hebben we Vosbanket. Dan maken ze allemaal bokkenpootjes. Doortje Pruijsers zit er op kantoor. En dat is de oprichter van de bakkerij. Mauke Vos was dat. Nico Hesselmaans, die bedient de oven. Bakker Achterberg van de Loonsendijk, die ging er ook nog wel eens helpen als er heel erg druk was. Allemaal handwerk, daarom vroegen ze ook meisjes en jongens natuurlijk voor in de fabriek. Want die hadden toen een hele hoop nodig. Tegenwoordig is dat allemaal geautomatiseerd, maar dat was in 1966 nog niet, zie je wel. Inpakken, alles handwerk. Hans Vos, die is bezig met kostgebak. En Van den Dol, dat is de opperbakker. Die zal de boel daar binnen wil regelen. En voor, daar zit Deni Vos. En die zal zijn klanten en de papieren bijhouden, als het een beetje wil. Mevrouw van Oostrout. Gerrit Mandenmakers en dan hebben we Karel Mandenmakers. Mevrouw van Vuren, mee de dochtertje. Ria van Verhagen, die woont aan de overkant, want dat is Ria van de Groentenboer. Koba, die zal de etalage eens mooi maken. Mevrouw Verhagen, de bie. En dan gaan we direct verder naar de frietkraam van Baksen. En wie komen er allemaal uit? Corrie Versteeg, Dina van der Schaans en moeder Cornelia, die kan er niet bij missen, hè? Die moet er ook bij zijn. Dan daarneven, daar hadden we de kleuterschool. Die was in de vroegere oude school. Die was, dat is de oudste school van Sprang eigenlijk daar. En daar is Ang Dieseraad, die heet daar de leiding.
Op de kleuterschool doen we allemaal nog precies wat de juffrouw zegt natuurlijk, hè. Tekenen, schrijven, met de pop spelen. Dat was de hulpjuffrouw die we daarnet zagen. Ik denk dat hij juffrouw Donkers was. Donders. Kijk, Annie Groeneveld die stond buiten met haar hondje. En als we dan buiten komen, dan even het hondje aaien hè, bij Annie's. Mevrouw Scholten, mevrouw Rijken, mevrouw Baks, die moeten nog even beurten. Maar dan gaan we naar de overkant en dan gaan we naar Tontje Pruis, naar de kapper. Even bij Tonen kijken. Dat is het vroegere schoolhuis, daar is nou dan die kleuterschool in. En daar schuin tegenover, daar hebben we Toon de Bie. Toon de Bie, die slaagt alles nog aan elkaar. Maar zijn zoon Marie, die moet nog wel eens even meehelpen. Kijk hem er toch eens op kloppen, die kerel. Hoi, jee, jee, alles komt aan elkaar te zitten, jongens. Het gaat goed. Toon de Bie. Marie de Bie. En zijn vrouw. Jantje Kust, die was net voor de dokter. En dan gaan we direct bij de dochter in de Vivo-winkel even kijken wat ze daar allemaal verkopen. Wie is de eerste klant vanmorgen? Mevrouw van Oversteeg. Annie van Dongen. Het lijkt hier wel de kleine bazaar. Van alles en nog wat hebben ze in de winkel zitten. Garen, bier, wijn, melk. Bert die zal het ook nog eens even naar verre brengen wat hij allemaal heet. Mooie pop. Daar zien we de kerk weer. En dan zien we in de oude straat de meulen. Zo, dan zijn we nou van de meulen vandaan naar het bejaardenhuis gekomen. We gaan direct eerst maar eens even binnenkijken of dat de Thea klaar is. Ik denk dat ze er allemaal op zitten te wachten. Zie je het, we zijn precies op tijd, want ze schenken hem nou in. We zien hier ook nog een hele hoop bekende, natuurlijk. Maar daar weet ik allemaal de namen niet van. Ik zie Karel Maandenmakers hier zitten, van Koeveringen. En van Koeveringen die zat niet in het bejaardenhuis, want die neemt de film mee om. Van S. Melsen was het er net. Des de kok, Fase. En die kon goed koken, zijn ze altijd. En daarom zijn er ook bejaarden die de boel mee afgewassen. Sintje Braspenning. Die zal voor bijzondere patiënten het een en ander nog even klaarmaken. Daar is mevrouw Van Sprang, de directrice. Daar hebben we Melsen. Die zal zijn viool nog eens even uitproberen. Schitterend. Koos en Mieke Opworst was dat. Mevrouw Sprang. Die zal even de vergadering voorzitten. Dames, even opgelet alstublieft. Komt eruit. Nou, de dames die luisteren wel even. Maar die moeten wel direct eventjes nog opschieten. Want het middageten moet op tafel komen. En jawel hoor, ze zijn er weer zover.
De ene begint met mes en vork, de andere enkel de vork, en zo gaan we allemaal wel door. Koske op borst, en Mieke. Maar, goh, het haver al die zet, ik zal de erpelpan toch eens even hier aan doen. Tjonge, tjonge, wat kan die meester eten? Zo, we gaan weer naar buiten. Daar komt ook wel eens die en het ander tegen. Wagenmakers, Pietje Treffers en Tontje en Janus Jansson. En Dientje en Driske Snijders. En Koos en Mieke Opborst, die hebben ook even een ronde gedaan. Wij hebben het hier toch goed, zei Koos. Onvoorstelbaar. Hij kan er nog mee laag, het manneke. Juffrouw Verhoeven, Driske Snijders, Van Dongen, Gerrit. Mevrouw Van Dongen, Konings. En daar hebben de dames de Bie. En daar hebben we Pietjes, Pietje Treffers nog even. Familie Oerlemans, die zullen de melk eens even aan de straat gaan zetten. Van Beek, die komt de melkrijder. Vader Oerlemans, aan de overkant de staat Koop Snijders. Die is al het melkboer geweest, maar nu is hij even een baks geweest te vatten bij zijn nicht. Hier is Braat begonnen, Jan Braat, met doorsmeren en nou ja, goed een garage. Plus ook een benzinepomp, zie je wel. En die loopt goed. Voor reparaties heeft hij dan ook personeel aangetrokken. Dan hebben we Toon de Slager. Toon de Jong, die met zijn Vespa. Die laat hem ook nog even wat bijvullen. Jo van Beek, mee op de achtergrond de fietsenmaker Pierke Timmermans. Wies Huisman en Willemien Timmermans. De familie Van Beek. Mee oma Kaat. Ja hoor, je staat er op een katje. Ad Willems. Goedhart is de tuin aan het knippen. En dat is in de Rooike. Direct zien we de vader daar, de Rooi, en Goedhart. Aan de hoek van het Vrijhoevenplein, daar stond er Jan Willems. Jan Treffers, die komt er ook nog even bij kijken. En zo gaan we zachtjes aan verder naar het gemeentehuizenpan. Maar voordat we daar zijn, dan hebben we nog een paar van die kleine mannen, die zijn er nog aan het oorlog voeren. Tunne Snijders, Katje en Koop Snijders, de met de oude melkboer. Maar nu gaan we nog even het gemeentehuis in. Dan gaan we ook nog even kijken. Burgemeester Van Prooijen. De wethouder Koos Vos. Secretaris Sonneveld. En de tweede wethouder Minhaert. Piet van der Schans als gemeentebode.
hemels. De mannen van het bouwproject zullen nog even de kadasterkaart bekijken en even meten, dan weten we waar we direct aan toe zijn. Zo, dat is de raadzaal, of trouwzaal, dat is het wapen van Sprenkapelle. Maar nu gaan wij weer zachtjes aan verder, de Emmastraat in. Anton Verhagen, de groentenboer, daar hebben we dezelfde dames weer die er straks in de winkel stonden te helpen. En dan hebben we Katje en Pierre van der Schaans. Heel goede bekenden in Sprenkapelle, want Pierre is jaren gemeentebode geweest. Familie van der Schaans, bakker Gerrit Vos. Dan hebben we Koosje, Koosje de Rooij. Nee, Gillian, niet gaan lopen, niet gaan lopen, want je komt er toch op. Je kan lagen zoveel ik weet, maar je komt erop. Die mannen die willen al hebben dat we weg gaan zeker, want die staan al zijn beste zwaaien. Maar we blijven nog even, jongens. De familie Rozenbrand. Mevrouw Breedveld. Hamers. Koen van der Schaans. Een echte SSC'er. Hij was altijd bezig op het terrein om alles goed te maken en dat ze konden oefenen en dat ze konden spelen. Het oefenen bij SSC. Nol van Zuilichem. Ad Heijblom. Kleinloog. Zo, en nou even bij elkaar komen, jongens. Dan zijn we even een prentje maken, even een foto maken. En daar waren ze natuurlijk allemaal wel verdwenen. Dat was de eerste. Kopen schoenen zie ik daar lopen. En nou krijgen we de tweede. En daar is Van Drongelen, die hebben we er straks dan ook al even gezien. Maar dat is daar de leider van. Die zal het ook nog eens even uitleggen aan de mannen hoe dat gaat. Sjors Hooft. Jan de Rooij. Gerrit Van Drongelen en Kobus Koenen staat erachter. En zo gaan we dan weer, dat is de nieuwe kantine voor hun. En dan gaan we niet eens naar de overkant, naar de Irenestraat. Lena van Baragruk. De familie van der Schaans. Ad van Vuren, die zal nog even zijn auto zien te starten. Daar hebben we Rens Snijders. En dan gaan we direct gaan we naar de overkant, want daar is de MAVO-school gebouwd waar ik het er strak al over heb gehad. Maar daar is een gemeentewerker en die zegt, als ze met de film komen, dan moet het allemaal groen zijn. Met een laag zonnebloemblad op. Hutsikedee, kijk eens aan, even de boel eraf. Zo gaan we verder de nieuwbouwdeur. Dan hebben we daar Verduin en zijn zoontje. De familie Tollenaar. Vader en die kleine, hetzelfde gezicht, zie je wel. Adrie Stam. Mevrouw de Ron. En dan krijgen we Mine, Mien Stam. Even verder zien we Corrie van Helden. Mevrouw Smits, die zal de jeepjes verrijden, dan kan het die kleine mannen ook weer het weg. De familie Klop.
Dan hadden we eerst een kleine geboren wordt meid, dan hadden we volop werk, zie je wel. Mevrouw Zwart. Mevrouw Schoondermark. En de familie Eipelaar. Dat was de Emmastraat. En nou gaan we weer naar voren, want daar hebben we dan de brandweergarage en dan komen we op het Raadhuisplein. Daar komt de drumband van Marijken aan, het sprang. Dan krijgen we de gym, Pro Patria. Grote vereniging hoor. Kunst naar arbeid, het kapel, die draagt er zijn steentje ook nog even bij. Kijk er Lene toch eens opslagen waar. Tjonge, tjonge, wat vecht je tegenaan. Zangvereniging. Nog een jeugdzangvereniging van Rozenknopje. De wandelclub, Perapuit. En de EHBO, die mag natuurlijk ook niet ontbreken. Hè? En dan krijgen we de scoutingclub van Jan de Rooij. De belangstelling was toch wel erg groot. Als er muziek is, er achteraan op de fiets, jongens. De mannen die de leiding hebben, die zullen nog even kijken of dat alles goed gaat. Ik dacht het wel hoor. De buurvrouwkers nog even met elkaar praten. Burgemeester Van Prooijen is er ook bijgekomen. En de mannen van de sterke arm, die zijn ook aanwezig. Ja, uiteindelijk hoort dat maar zo natuurlijk. Art Tiele op de fiets. Zo gaan we zachtjes aan het bruggetje toe. Dus deze is de Ratenstraat, hè. Martijn van Riel. Mevrouw De Bie met de schoondochter. Annie de Jong van de Bakker, die gaat even een boodschap doen met de kleine. Want nou staat ze weer bij vader de Jong in de deur. Mevrouw de Jong. Mevrouw Wagenmakers, die kwam even een boodschap halen. En Jaske, die zal even tegen zijn kleinzoon lagen. Je vindt dat wel leuk. Mevrouw Kuipers. En daar tegenover gaan we de familie Rauwbos. En even verder, aan de andere kant, daar hebben we de groentewinkel van Sprangers. Francine staat in de deur en de dochter Jeanette. Mevrouw Smits. En vader Sprangers, die doet ook nog erg zijn best. Ad Dekkers, met zijn zoon Adje. Je kan zien dat het zaterdag is. Sip Kruif die was in een auto en moeder Rie die zal dan eens even erbij kijken of dat je het goed doet. Mevrouw Treffers van Willekeburg. En dan even verder zien we daar de firma Remt. En daarna even de trampad leggen. Hè? Maar we gaan ook nog even binnenkijken. Schuin er tegenover, de familie Danzewits. Arno. En moeder Treffers.
Johanna Wetters, die zal het koper nog eens op zijn ouderwets poetsen. En de schoonzoon, die gaat de bogert aan het maaien. Mevrouw Michel, met de kleinzoon. Even verder, daar hebben we de familie van der Pol. En daar schuin tegenover, daar hebben we eerst een Van Zelsje, meid au pairt. En Rian Vos, die woonde er schuin tegenover. En dat was Piet Kolf, die was daar ook toevallig even. Machinefabriek Van Beek. Hoi, Marien. Daar hebben we Van Weijlen. Sola-artikelen. Kas Tactor. De Kretser. Bij het stucadoorsbedrijf van Oversteeg, moeder en de schoondochter. Schuin er tegenover, kapper Van Dam. De etalage is aardig goed gevuld. En binnen is het ook goed gevuld, want er zijn toch nog wat klanten, zie je wel. Bij Hullivert Huis, daar weer altijd de beurs gehouden. De bank. De Leugenhoek, de Hangplek, hoe moet ik het noemen? Wittenbol, Rozenbrand, nog een hoop van de jonge gaasjes erbij. Dan krijg je direct Cornerings, die komt daar ook nog op de fiets aan. En Martien van den Hoven, die zal nog eens laten zien hoeke sigaren dat je nou kan roken. En zo zijn we dan aan het Bruggerske. Maar dan gaan we zo naar Ziedewinde en dan gaan we, als het een beetje wil, even naar het zwembad kijken. Het is vandaag afzwemmen. En dat is altijd wel leuk natuurlijk, want dan heb je ook ten het aan het publiek erbij. Daar staan nogal wat dames, zie je wel. Dokter Winterwerp zie ik daar staan, burgemeester van Prooien. Nou, daar plonsen de eerste, die plonsen er al in. Even water trappelen. Meneer Heidsma. De volgende groep. Mevrouw Jansson, mevrouw Konings en mevrouw Pruijsen stonden er ook te kijken. Nou, dat is een hele stoomboot. Zo, even aftikken en dan gaan we weer terug. Nog even water trappelen. En dan maar kijken dat we het gehaald hebben. Zo, nou mijn kleren en alle rond. Dat wordt wel weer zwaarder natuurlijk. Hoes. Wat gaat er nou gebeuren? Hé, hey, mevrouw Florijn. Denk erom, niet alles uit, hè. Ja, een klein beetje moeten nog aanhouden, hoor. Kijk, de oudere en de jongere garde, ze beginnen allemaal er eigen uit te kleien. En zo zie ik er van achteren uit, zei mevrouw Pans. Hoes, wat zijn we nou gaan krijgen? Die gaat er.
Nou krijgen we het wonder. Nou krijgen we het wonder van Sprangkapelle. Asje me nou, daar komt hij weer terug. Hoho, wie kan dat nou zo, hè? Voor de poortje was hij. Lenieke Vee, die is met zijn kleinkinder, met Anne-Riet en met Jaskes ook geweest. Maar die hoefden nog niet af te zwemmen, want die waren nog te klein. Dag jongens, als zie de winden hebben we het nou wel gezien, dus we gaan nou de Julianenlaan op. Naar de Hoge Vartenpaan. Jan van Dommelen. Maar we worden al gauw bij de familie van Drongelen binnengeroepen om aan de koffie mee te doen. Nou, zoiets, dat kan er natuurlijk niet afslagen. Dan gaan we toch even binnenkijken. De mensen hebben buiten een mooie plaats. De kinderen die kunnen er maar spelen. En wij binnen aan de koffie. Het gebak, daar denken we er maar bij. Want we gaan weer zo verder. De melkfabriek. En daar tegenover woont de Doede. Annieke Groeneveld was van sprang even naar de Julianenlaan gekomen. Bras Penning, die was op bezoek bij de familie Snijders, mevrouw Snijders. Annie Rozenbrand zagen we daar staan. Koos Vos, de wethouder. Annie Rozenbrand. Schalkwijk, die woonde nog bij zijn schoonouders in. Mevrouw Schalkwijk. Mevrouw Van Dalen. En daar schuin tegenover, daar gaan we de winkel. De Centra. Van mevrouw Oversteeg. Mevrouw Oversteeg. En een nichtje. En de kinderen die helpen daar ook mee natuurlijk. Mevrouw Van Dommelen. Mevrouw De Vos. En er Jan Spiring is kwaastebederver geworden. Farootje. Die werkte bij een bakker even. Mevrouw en meneer Van der Hoven. Mevrouw Pruisers was daar en dat is de Vries. En zijn vrouw. Hij werkte aan het melkfabriek, als ik het goed heb. Rozenbrand. En daar zijn we gekomen aan de vroegere spoorlijn. Verduin. Maar we gaan verder, de Hoge Vaart op. Hey, die horen muziek. En die komen ook nog eens kijken. Want over het algemeen zijn koeien ontzettend nieuwsgierig. Grete Visser. Rudolf van Oosterhout. De slagersvrouw van der Werken. En daar hebben we dan ook weer kinderen van Veuron op de Hoge Vaart. Arianna Verhagen. De schoondochter. De bakker. De zoon. En Arianneke Spuibroek van de coöperatie. Dat is mevrouw Verhagen van de overkant. En daar loopt Piet, de zoon. Joost Sterrenburg, de kolenboer. Maar die zien we straks ook nog wel eens een keer. Bram Konings en zijn vrouw en de kinderen. Daar zijn we voor Huize Krikrak. Mevrouw Van der Hoeven was daar. En daar hebben we bij de familie de Ron.
Hey, Arjan. Mevrouw de Roon. Mevrouw Dekkers was dat. En zo zijn we bij het kasteel. Mevrouw de Rooij van Zuiderwijn van der Does de Willebois. Een hele naam. Wendrien van Pelt, die doet het mij iets minder. En hier vandaan hebben we even geen beeld, want daar hebben we gewoon een weg niet. En dan beginnen we weer aan de Winterdijk in Capelle. Dekker. En zijn zuster was daar. Mevrouw van Es. Giel van Es. Jaantje van Es was daar. Bertha de Rooij, mede de zoon. En zo zien we erachter de Dullevert. De Dullaert is het eigenlijk. Mevrouw Averals. Dat is ook mooi achter dat wieltje, hè. Hoefnagel. Was maar Wijnans en een andere hoefnagel waren er samen bezig, want ze waren aan het verbouwen. De ambulance kwam ook net langs. Hoi. Een breed veldje is dat. Rina. Rina Snijders. De Bruin. Mede een eigen naam. Juffrouw Franse. Die is ook al aan het schilderen, zie je wel. Daar zijn we dan in de hoofdstraat gekomen. En zo gaan we zachtjes aan naar de sluis. Rianneke Lesage. Van Tilburg. Hannes, een familie van Beek. Buurvrouw Lus. Zo zijn we bij de overburen van Dongen, van der Galië. En hier hebben we de Nederlandse hervormde kerk van Schrevelduin en Vrijhoeve Capelle. Bien Vos. Mevrouw Van Dijk, meerdere krinten met een hond. Die kennen mekaar. Molengraaf, de schilder, Zachary. De postbode, Verduin. Mevrouw Timmermans, met haar hondje. En aan de overkant hebben we slager van der Werken zitten. Oh, mevrouw Timmermans, kom nog even. Slager van der Werken. Dirk, wat bleef er toch lang weg? De krinten met een hond is meegelopen, zeker. De familie Vos, zo te zien in al die gezichten. En ja hoor. Hé, hey, dat was Adrie Verheyde. Die was snel. De melkboer. Mevrouw Simonsen. Mevrouw Van Peer. Romers, die woonden net om de hoek, want daar hebben we dan de buitenhaven. Lesage, de oude schipper. En zo gaan we dan naar de Waspikse Dijkenpaan. De winkel van Rozemraante, Riek. Sola-artikelen, Gero-artikelen, moeder Rozemraant. Nog even kijken voor de winkel, jongens, want het is toch wel leuk. Een koffieke van Leen de Bakker. Thea Kraak, die werkte bij Leen Café, want die was de pompbediende. Zo gaan we verder de Waspikse Dijk op. Mevrouw Kovee. Mevrouw Van Beek. Kijk, hier is ook iets aan de hand, want dat was ook een kraanverzorgster. Ann.
de jong was dat. Kom, zei Jan van Oosterhout, allemaal even naar voren komen, want dan komen ze aan, filmen. Want we zijn 25 jaar getrouwd vandaag en dat willen ze erop hebben zeker. Mevrouw Rijken, de buurvrouw was daar, met de kinderen. Met zoveel volk, eerste kaastig toen, Johanna. De kinderen Rijken. En dan gaan we verder, de dijk op. Theo van Alphen. Maar Theo nou toch, zei Bets. Wat doe je nou toch? De oermacher zijn ze in de oorlog toen hij vast zat in het concentratiekamp. Bets, zijn vrouw. En dan gaan we weer terug naar Kapel. Romers, die hebben we straks ook al even gezien. Die woont aan de binnenhaven. Daar schuin tegenover woont de familie van de Nassem. Mevrouw Kommers. En dan zijn we bij de Juliana-school. Meneer De Haan, mevrouw juffrouw Oerlemaans en mevrouw Poldervaart en meneer Poldervaart, die maakt er in de pauze altijd een en al. Eventjes roken, zegt hij. Nou zijn we toch buiten. De kinderen die maken hetzelfde spelletje ongeveer weer, net als dat we daar straks hebben gezien in Sprang. Jantje, kauwgom, oi, oi, oi. Meneer Polderwaard. We zullen er een hoop genieten als ze deze allemaal weer zien, hè. Maar ze zijn allemaal wel een stukje ouder nou geworden natuurlijk, nou wij iemand opnemen zijn. Dat is een waske. Hé, nog even vechten. Meneer Poldervaart, kom eens kijken hier zo. Zo jongen, en nou ermee ophouden. Zo, hij sleurt hem even weg. En dan gaan we weer spelen. We gaan kruiwagentjes spelen. Maar mevrouw Poldervaart die vindt dat toch eigenlijk nog niet zo heel best gaat. Ik zal het eens even verdoen hoe dat moet. Opzij jongen, dat ik hem eens pak. Zo ja, zo moet hem vasthouden, hoog genoeg. Nou, we hebben het weer gezien. We worden weer uitgezwaaid en we gaan weer verder. Meneer Poldervaart, bedankt. Willem van Jan de Jong. Mevrouw de Jong. En de jonge mevrouw de Jong. Daar hebben we Jan de Roon, Willem de Rooij en mevrouw de Jong. Op een rijke staan. En als we dan buiten komen, dan zien we daar mevrouw Rozenbrand. Die is de hond aan het uitlaten. Tony Wars. Zijn schoonzoon, Hentje Dekkers. Juffrouw van Heist en mevrouw Dekkers. En dan gaan we de schoolstraat verder in. De Rattenhoek noemden ze dat vroeger. Van Dongen. Pieter Visser. En zijn dochter Bets. Daar hebben we Marine de Breebroek, Door Hulzentop. En de zoon, mevrouw van Achterberg, die woonde daar ook. Heintje Rijken. En zijn vrouw Tont, die komt eraan. We gaan verder. Het knaltje over. Dan hebben we daar de tuin van Piet Spuibroek, zagen we. Seike Lezage met haar broer Piet Molengraaf. Schuin er tegenover mevrouw De Bie. Mevrouw Van Vuren. En de schoonzuster mevrouw De Rooij.
Zo komen we bij de familie Vragen. Schuin er tegenover weer. Hebben de familie Genen. Marie Krijns. De Nijsink, Van den Nullewert en Cor en Just Krijns. We zitten in het natuurgebied en ja, daar hebben we altijd koeilopen over het algemeen en waar ik er straks al heb gezeten, gruwelijk nieuwsgierig. De tuinbouw, die is hier ook goed vertegenwoordigd. Tontje Kerst, die was bij zijn zoon Jan aan het helpen. Maar het is 12:00, ik denk dat hij gaat eten. Jan Kerst. En zijn buurman Dekkers. Even verder hebben we Van Beke. Die is de heining aan het maken voor zijn koeien in te houden. Mevrouw Gerlach. En daar hebben we de dokter. Dokter Gerlach. Aan de overkant stond Piet de Groentenboer. Piet Sprangers. Dat we er straks al zijn geweest in de Vrije Oeven. Daar zijn we bij de haan aangekomen. Je kan het zo zien, hè. Leven Aandel. Die was aan het brood bezorgen. En daar zijn we bij Piet Pruis. Piet, zijn zoon. Vader Peer. En zo zijn we dan weer aan de spoorlijn. En dan gaan we direct de spoorlijn over. En gaan we rechtsaf de Schrevenstraat in. De BBA-bus. En daar is het politiebureau. Meneer Been, adjudant de Rijkspolitie. Daar hebben we Boefjes, zo noemden wij hem dan. Hij heet Van Dijk. Mevrouw Ros. Mevrouw het Hoofd, mevrouw Timmermans en de jonge mevrouw Van Beek, als ik het goed heb. Mevrouw Hoefnagel. Mevrouw Romers, familie Van der Laar, Oerlemans, mevrouw Van der Velde, en de buurman, Pierke van Es. Jo Mouthan, die is er ook nog aanwezig. Ja, goed te zien natuurlijk zo, hè. Gerda van Es. Mevrouw Brouwers. Familie Van der Galien en Van der Laar. En dan zijn we bij de kleuterschool. De kleuterschool van een afdeling van de openbare school van Kapel, van Juliana. Later gaan we deze de Beatrixschool noemen. De juffrouw zal het eens even uit gaan leggen wat ze allemaal gaan doen. Ik vind het allemaal wel gezellig natuurlijk, dat ze daar met de film komen. En mooi hoor, om er allemaal op te staan. Maar nou hè, later wordt dat mooi natuurlijk, als je groot bent. En je ziet dan een wijken zo nog eens eventjes bouwen. Dat is jaske geweest zo te zien. Die kijkt me lelijk. Die is net een serieuze. Jij ook, denk ik, hè? Daar hebben we Rieke. Riek Covey van der Hart. Altijd in Café de Witte Brug gezeten. En nou is ze daar op de Rijken gaan wonen. Beetje rustig aan gaan doen. Zo gaan we dan de Schrevenstraat verder in. Lee Snijders. Die is dan voor de hoefnagel aan het bouwen, mevrouw Rijke. En de moeder, mevrouw Van Dongen. Mevrouw Brouwers, mevrouw Van Peer. Martina van der Schaans. Ton Konings. Familie Verduin. En Groeneveld. De familie Groeneveld.
Daar hebben we Appies. Appie van Iersel. Rina. Rina Mandemakers van der Galje. En zo komen we dan in de Polstraat. Moeder oma Katje. Dat is oma Katje, ja. Jo, mis. Jo de Rooi was dat. Muisje. En daar hebben we Lucien Kerst. En Henk Muis. Voorwaarts halt. Om even benzine te tanken bij Rian Waarts. Rian en Joke. Die juffrouw zat er op kantoor. En die meneer ging naar de Hans van Wijgaarden. Zo gaan we er niet verder niet wat op. Katje Roos. En Toon Roos. Ja, die hitte uiteraard Rozenbrand natuurlijk, hè. Wout Pans met zijn... Oh, dat was er een van heel later die te rijden. Rian Wagenmakers en Griet. Als er muziek is, komt er iedereen op af. Rianne van der Schaans. Het huis. Dat is bij Hendrik Pans op de Dam. Mevrouw Rekkers. Dat is een hoefnagel die erbij is. De buurjongen. Zo zijn we bij Jopke van Tilburg. Kel van Tilburg. Daar hebben we Zoetjes. Zoetje Brouwers. En der neef. Mevrouw Snijders. Mevrouw Wagenmakers met haar zoon. Willem van Dongen. Van den Boerenbond. Adrie Wagenmakers. Mevrouw van der Hoeven. Dat is bij hem van Pelt op de Dam. Leen Timmermans. Die hebben we er straks gezien ook bij de muziek van Kunstnaarbeid. Mevrouw Sterrenburg. Dat is aan de Witte Brug. Bij de Kruidenier was dat. Daar zien we de slagerij van Tontje Kerst. En daar zit nou zijn zoon Bert Kerst al in. Dat is Tontje, vader Tontje. Dat is de jonge mevrouw Kerst. En dan de kindertjes allemaal erbij. Zo zwaaien, jongen. Oerlemans. Martientje Verduin. Kel Kommers, met zijn kleinzoon. En dat is bij Kerst. Mevrouw Maris. Meneer Kerst, mevrouw Kerst. En de dienstbode. Dat is de dochter van Maris, zie ik wel. En dan gaan we zo weer even verder. Dat is de huishoudschool, die staat voren in de Haaistraat. En aan de overkant stond er een reclamebord van Rembrandt. Maar we kijken eerst even bij Rosita, de textielwinkel. Even verder hebben we het fabriek staan van Kerst en Oelemans. Herenschoenen. Het kantoorpersoneel. Dan gaan we naar de burgemeester Vermeulenstraat. En daar hebben we de kleuterschool van de christelijke school van de Haaistraat. Mooi schooltje. Verstraten, zie ik onder gezicht. Dat was juffrouw van Vuren. Juffrouw Ali van Vuren. We halen ze toch acrobatische toeren uit, de kleine mannen al. Wagenmakerke. En van Zutphen. En de Snijders. Zo, de muts op. Dat is gezellig. Met een feest moet de muts op hebben. Juffrouw Jean. Even allemaal in de rij gaan staan, jongens. En dan gaan we het zingen.
dan mee zijn alle direct naar binnen. Dat was Dorry. Oh, we gaan nog niet naar binnen. We gaan ze uitzwaaien. En bedanken voor het filmen. Mevrouw van Dommelen. Zo gaan we de Heistraat in, naar richting Bruggesknop aan. Minnaert, de wethouder. Bertus Maiers. En zo zijn we dan bij de firma van Weilen. Die had dan ook nog een benzinepomp van de gebroeders Boeren, zagen wel. Installatiebedrijf, wasmachines, kachels, lampen, nou, noem het maar op. Alles op elektriciteitsgebied is hier te verkrijgen. Johan. Eerst de televisie bekeken, naar de kachel bekeken. En Dina, de jong, die zal dan ook nog even laten zien hoe een koelkast met een diepvries erboven werkt. Molengraaf. De jonge mevrouw van Weilen met Jekes. Daar zijn we weer in de Heistraat. Kareltje Jansson. Mevrouw Roosemrand. En mevrouw van der Galie zie ik daar. Koentje Roos. Mevrouw Goedhart. En daar tegenover gaan we de tuin van Jan Verduin. De kinderen van de Korte Nieuwstraat en de Heistraat mee zijn allebei mekaar. Dat is bij de postbode Driek Verduin. En daar zijn we bij Jan Voorpoort. Cor Kleinloog, die bak ze daar bruin. Dat zullen we direct wel zien. Daar hebben we Jan aan. En zo gaan we direct weer verder. Mevrouw van der Rolle. Het oude huis van Bogers. Joke Schouten. En des curioze huis was vroeger de meulen van Dekkers. Het huis met een bult. Daar zijn we dan bij bakkerij De Hoop aangeland, bij Van Andel. Mevrouw Van Andel. Ris, de bakker. Oike Verbeek, die werkte als knecht. Jos en Jan de Jong. Die waren daar ook bijgekomen. Dat was een combinatie geworden. Dan konden ze gelijk samen alle machines gebruiken. Jos is chocoladebollen aan het klaarmaken. Mevrouw van Andel met de Rooike. Die werkte daar ook. Daarnet hebben we Lee van Andel gezien, daar loopt hij weer rennen. En zo gaan we weer verder. En bij de buren, dat is de school met de Bijbel. De christelijke school van de Heistraat. Hier zien we weer dezelfde spelletjes. Kinderen van dezelfde leeftijd. Aan. Dat is een van Zutphen hier.
Meneer Simons. Meneer Aisma. Juffrouw Visser. Ik zie hier aanraander gezichten van Pelten, van der Schaanse, hoefnageltjes. Aanraander gezichten. Dat is een dekkerke, Dekkers, de Rooi, meneer Heitma, meneer De Haan, meneer Simons. We zijn er weer lang genoeg geweest. We worden weer uitgezwaaid. Tot ziens. Nog even een onderrondje. En dan gaan we direct gaan we weer verder. Willem van den Hoek. Dan hebben we Jas van der Werken. En mevrouw van der Werken. Mevrouw Meijs. De fietsenmaker. Rien. Rien Nieuwenhuizen. En Joke. Zijn vrouw. Zijn ze Marie. En de jonge mevrouw Nieuwenhuizen. Even bij de overburen kijken. Daar woonde meneer Aitsma. Mevrouw Aitsma. Jantje. Meneer Aitsma. En Hanneke staat er ook. Het is geen kip, maar het is een hondje. Foppe Haanstra. Dat is een mandenmakers. Mevrouw Boezer. Mintje. Mintje Boes. Daar verkochten ze varkens. Gerrit Pans. Die was toevallig bij zijn zuster. Heurter. Leen Heurter. Dat was... Oh, Semina. Eerst de deur dicht. Want je kan het nooit weten wat ze... Ja, ze zetten er alles op, hoor. Houd er rekening mee. Van Oversteeg, Ad. Mevrouw van Oversteeg, met de dochter. Mevrouw de Hollander. En de man. De militair. Hoefnagel. Brouwerke. Annie. Hé, hey, daar hebben we hem, hoor. Hanneske was daar. Mevrouw Mes. Mevrouw Karsten. Daar zijn we bij Bas van Pelt in de buurt, zag ik. En daar zijn we weer bij Spierings. Van Zelst, Kel. Mevrouw Spierings. En Cor. Ah, dat hoeft nog niet, Cor. We kennen hem toch wel. Juffrouw de Rooi en mevrouw de Rooi. Mevrouw Schel was net brood wisten halen bij Bakker Dekkers. Gerry de Rooi. Jonge juffrouw Schel. Mevrouw Okkers, mede kinderen. Dan hebben we Cor van Marijntjes en Jan de Roon. Cor Oerlemaas, en dat is mevrouw Oerlemaas.
Mevrouw Oerlemans, die zegt, ik vind het wel goed, ik ga maar naar binnen. Pierre Hommel, even naar huis eten. Maar Hentje Rijken, die doet het een beetje rustiger aan. Mevrouw Van Dommelen, Dries en zijn andere zoon. Mevrouw Zwart, daar zijn we bij Jan van Bark. Daar hebben we katjes weer, die hebben we er straks ook in sprang gezien. En dat is de kleindochter. Dat is een Van Zuilenkommelke. Jo, Sterrenburg zijn we ook al meer tegengekomen, de kolenboer, meisje en zoon Pierre. Stien Hommel. Rien van Pelt, de vrachtrijder. Die kijkt zomaar ernstig. Ja, als zo'n grote wagen gaat rijden, moet je wel maken dat je opzij zit natuurlijk. En zo komen we bij de parel. We springen wel een eindje niet eens verder. Brood en banket, Nieuwenhuizen, mevrouw Nieuwenhuizen. En de jonge mevrouw Nieuwenhuizen. En de kleinzoon. Dat zijn de twee dames die werken in de winkel. En ook de dochter van Nieuwenhuizen staat erbij. Rien Pans, Anneke Meter en Jan Meter. Anneke. Aan de overkant hebben we Rien Verhoeven met zijn vrouw. Dat is de drogisterij van Tilburg. Sjaan van Zelst, de vitaminebron. Verhagen. Dat is een mandenmaker, die zijn we daar straks ook al gezien op de fiets. De familie van Zelst, Toon de Jongs, die stond erbij. Joke de Jong. Toon en Toon de Jong. Moeder de Jong en mevrouw van der Schans. Dat is een vazeltje. Mandenmakers van de Hoge Wart, van de Julianenman bedoel ik. Mevrouw Baks. En dan springen wij nou gelijk naar de kleuterschool op de Zuid-Hollandse Dijk. Die zit te kleuren, denk ik, dat je zijn handen zo goed af moet doen. En daar zitten ze te kleien. Hij knikte van ja. Hij was het wel mee eens, denk ik. Nee, toch niet. Oh. Ja, laat de pop ook maar eens zien, meid. Zo, we zijn allen aan tafel. En dan een liedje zingen, ook gezellig. Juffrouw Joke Spierings. Dat is onze hulp, juffrouw. Nou, dat weet ik niet of dat wel goed gaat met zo'n mondje. Annie Ramersdam zie ik daar zitten. Ze zitten te knippen. En de jongens zijn met bouwstenen in hun hand. Bouwen een garage, denk ik. Moet dat worden. Ik denk dat ze het allemaal wel leuk vinden om op de film te komen. Want ze kijken allemaal onze kant uit. Zo ja, goed zo. Daar hebben we de kerk van de Zuid-Hollandse Dijk.
En dan krijgen we het onderwijzend personeel van de christelijke school op de Loonsendijk. Meneer Kamphorst was daar. Juffrouw Boordepoort. Juffrouw De Haan. We gaan er weer hetzelfde doen. Husken over. Jan Huygen in de ton. En zo allerlei spelletjes die we toch ook al meer hebben gedaan. Dat is Arno weer. Arno dan zoiets was daar. Hey jongen. Zo, we hebben het bezoek aan deze school ook weer gehad en we gaan direct weer verder de Loonse straat in en dan komen we aan het Bruggerske terecht en dat is het einde. Deze nog even op de Loonse dijk, Zuid-Hollandse dijk, mevrouw Rozenbrand. Mevrouw Kamphorst. Daar hebben we Smits, de schilder en de dames van der Ley. Dat is een droontje. En dat is ook een droontje, zie ik. Een visser. Die is naar de Maas geweest, denk ik. De Klootwijk. Henk Wijkmans, die kijkt ook nog even dat ramke. Mevrouw Heijblom, Paans. Nolda. En de dochter. Mevrouw Nieuwkoop, mevrouw Konings en mevrouw Nieuwenhuizen. Jo. Van de fietsenmaker. Dan krijgen we Bertus Maaiers. Mevrouw Pans, die laat de eigen hoes een keer van achteren bekijken. En dan hebben we Janneke van de coöperatie. En dit is het einde van de film.